Vaak, heel vaak, krijg ik die vraag. En dan zeggen ze, Harry, zou je niet terug willen op tv? Nou, nee, zeg ik dan altijd. Nee, helemaal niet. Nee, niet dat de tv mij terug zou willen, hoor. Dat ook niet. Maar ik al helemaal niet. Nee, want er zijn daar veel te veel mensen die zich bemoeien met de inhoud. Ja, die willen altijd maar weer even laten weten dat zij er ook verstand van hebben. Ja, en dat is dan of een netmanager, of het is een directeur, of het is een eindredacteur, of het is een sponsor. En die moeten allemaal hun plasje eroverheen doen en allemaal hun mening geven. En zeker met zoiets als dat het een beetje humor moet hebben. Ja, die trappen alle humor er al lang uit voordat het op tv is. En daarom zie je ook zoveel slechte televisie. Daar komt het door. Nou, en nu zien we het weer. Want de mensen van de Joodse Raad, die hebben dus bij zichzelf gedacht, nou, die Joodse Raad, dat ging uitstekend. We maken nog een serie. Het vervolg, zal ik maar zeggen. Ze noemen het dan de terugkeer. Nou, en dan zegt de NPO, en nou moet je opletten, vrienden. De NPO heeft gezegd, nee, dat gaan we niet uitzenden. De NPO, wie dat dan ook allemaal mogen zijn. En daar zitten dus weer wijsneuzen, want dat is het probleem, vrienden. Met managers of directieleden of wat dan ook, die hebben nooit ooit in hun leven een originele gedachte gehad. Hebben die ooit mensen laten lachen? Hebben die ooit mensen met wat dan ook kunnen ontroeren? Nee, nooit. En die maken wel uit wat er gaat gebeuren. Of jouw programma wordt uitgezonden. Of bepalen hoe jouw carrière gaat verlopen. Het is te treurig voor woorden. Maar zo zit het wel. Dus die mensen van de Joodse Raad, die zeggen, nou, hier komt het vervolg. En de NPO zegt, dat doen we niet. En nou, let op, de reden waarom ze het niet doen. Ja, dit is echt uniek, vrienden, wat we hier zien. De NPO zegt, ja, het is te ingewikkeld, het verhaal. Ja, er zitten 10 hoofdpersonen, die worden gevolgd, 10 hoofdpersonen, ja. En dat gaat de kijker niet snappen. Ha! Ja! Is hij goed? Zij bepalen eventjes voor ons, hè, voor jou en voor jullie en voor mij, of wij dat wel kunnen begrijpen allemaal, of wij dat allemaal wel kunnen snappen. Ja, want wij zijn zo verschrikkelijk dom. Oh, en wij zijn getikt. Ja. Ja, en dat maken zij er even uit. Ja. En daarom gaat het dan niet door. Nou, vrienden, het is weer om wanhopig van te worden. Ja, terwijl jullie en ik, wij kijken elke dag bijna naar Netflix. En wij volgen verhalen. En dat vinden we juist leuk. Met wel 20 hoofdpersonen. Ja, en hoe meer, hoe beter. Hoe leuker wij het vinden. Maar weten ze bij de NPO veel. Ja, goed, vrienden. Hoe komen wij bij de tv van al die onbenullen af?